Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we vrijdag. Je hebt echt geen idee hoe blij ik daarmee ben, want ik ben het even te beu om 5 uur op te staan deze week. En het waait echt super hard, plus ze geven ook gewoon regen uit, dus dan ga ik echt in twijfel of dat ik niet met de auto ga gaan. Maar ja, wist je dat sowieso weet je het al, want ja, het is meer dan een week geleden tegen dat je deze vlog ziet. Maar gisteren ging de Britse Queen dood. Dat was wel echt iemand dat ik dacht, deze persoon is gewoon onsterfelijk. Maar blijkbaar toch niet. Het regende nog niet toen ik aankwam, toen ik vertrok vanochtend, maar het regende wel toen ik halverwege was. Maar nu op dit moment regent het niet, dus ik ga heel veel vertrekken. Hallo, ik ben echt wel redelijk moe vandaag. Ik heb al een paar dingen ingepakt voor morgen. Ik heb ook mijn auto geladen. Of toch al gedeeltelijk geladen. Ik ga namelijk een deel van mijn gerief dichter al gaan zetten. En dan morgen neem ik alles mee. Maar ik ga denk ik vanavond al heel de auto inladen. Maar ik heb echt geen energie. Echt niet. Dus ga zien wat dat geeft. Nog. Vlog editen. Het is 20:40. En we gaan eindelijk productief worden. Ik kom net van de boekenverkoop. Ik ben ook naar de bibliotheek geweest. Naar mijn zus om wat dingen af te zetten voor morgen. Omdat zij meer in het centrum woont. En ja, dat was het. Ik ga eerst het boek tonen dat ik op de boekverkoop heb gekocht. Voor de boekenverkoop kocht ik dit boek, Omhulde Stad. En dat is het tweede boek in de serie De Bijzondere Kinderen van mevrouw Peregrim. Het eerste boek werd ook verfilmd van deze serie. En daarna heb ik nog een pakje gaan halen voor mijn webshop. Die 2 keer... het adres van mijn winkel werd geleverd, maar ja, ik kan niet meer aan het adres van mijn winkel. Dus heb ik het kunnen omsturen naar een afhaalpunt. Daar heb ik mijn pakje gehaald. De spullen vanuit het pakje nog vlug en bij de spullen gestoken voor morgen, voor de toegedagen. En de spullen ook op mijn webshop gezet, omdat ik mijn kassa morgen via de webshop draait. En nu ga ik tonen waar ik het laatst mee bezig was. Namelijk het volsteken van mijn auto. Ik ga kijken wat ik nog in mijn diepvries zitten heb, want het is bijna 7 uur en ik ben echt moe en totaal geen zin meer om te koken. Mijn mama is net een berichtje. Het weer wordt beter voor morgen. Yes. In de diepvries vond ik deze vegan wings van Albert Heijn. Dus als ik nog frietjes vind. Alles aan het opladen voor morgen. Want ik heb daar geen stopcontact. Dus nu moet echt alles in orde zijn en opgeladen. Mijn bankcontactbakje heb ik daar straks al gedaan. Nu mijn powerbank. Mijn iPad / kassa. Even luisteren naar Harry Potter terwijl ik nog de laatste dingetjes boven ook ga doen. Nog even een aantal laatste dingetjes gedaan in mijn Colruyt plooibox. Nu ga ik mij omkleden want het is ondertussen al 7:45. En ik ben echt nog super moe van gisteren en het vroege opstaan van de afgelopen week. Dus ik ga mij omkleden. Mijn gsm net uitgezet. Ik dacht ik ga nog even een trui uit mijn kleerkast halen. Want aangezien ik morgen de hele dag buiten zit. Maar ja, dan besef ik dat mijn zomerharderobe in mijn kast zit. En dus ik geen trui heb. Toen vond ik geen MN winterkleding la. Normaal had ik vanavond dit boek kunnen uitlezen. Afhankelijk van hoe lang mijn concentratie nog werkt.
Soms vind ik het gemakkelijk om de achterflap van het boek om te plooien als ik aan het lezen ben. Zoals zo. En ik heb dat net gedaan en toen gebeurde dit. De laatste pagina's van mijn boek zijn afgescheurd. Ik heb het al net uitgelezen. Iets langer dan ik eigenlijk had willen opleveren, maar ik hou dit boek gewoon uit. Dinsdag gaan we hem bespreken in de boekenclub. We zijn vandaag vrijdag. Dus ideaal, want daar weet ik nog superveel weten over het boek. Wat dat niet altijd het geval is als we een boekenclub hebben. En nu ben ik klaar om te slapen. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie de volgende weer. Toedels! Er komt trouwens elke weekdag een nieuwe vlog online. Telkens rond 6 uur.